Hoi en welkom bij een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag heb ik zo'n ontzettend spannende challenge. Ik ga namelijk proberen om 24 uur te overleven in een dekenfort. Wow, dat is zo ongelooflijk leuk. Ik kan niet wachten om hieraan te beginnen. Maar allereerst heb ik nog een uitdaging voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Heb jij wel eens eerder een deken of een kussenfort gemaakt? Gebruik dan je rechterhand om deze video een duimpje omhoog te geven. En heb je nog nooit eerder een kussen of een dekenfort gemaakt? Dat kan natuurlijk ook. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat, want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload en hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Fanart! Nu dat we met z'n allen lekker thuis zitten, hebben jullie echt ongelooflijk veel fanarts doorgestuurd. En wat was het lastig om deze te kiezen voor de video. Ik wil jullie stuk voor stuk bedanken voor het insturen van je prachtige creatie. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om met jouw creatie in de volgende Fan Friday te komen, dan kan dat. Je hoeft er alleen maar eentje te maken natuurlijk. Vervolgens deze op Instagram te posten en tag mijn account erin. Mijn accountnaam is @MeisjeDjamila en zorg er wel voor dat jouw account niet op privé staat, want anders kan ik je fanart natuurlijk niet zien en dat is niet heel erg handig. Ik kijk echt ontzettend veel uit naar jullie originele creaties. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het volgende gedeelte en meteen ook de super spannende uitdaging. 24-hour challenge. In de vorige Fan Friday aflevering heb ik jullie 10 dingen laten zien die je thuis kunt doen als je verveelt. En een van die dingen was het maken van een dekenfort. En daar kreeg ik zo ongelooflijk veel reacties over. Jullie vonden dit echt geweldig. Ik persoonlijk ook wel natuurlijk. En daarbij kreeg ik een heleboel suggesties van jullie om hier een challenge mee te doen. Met name de 24 uur overleven challenge in het dekenfort natuurlijk. Nu leek dat mij echt een geniaal geweldig leuk idee. Dus dat gaan we natuurlijk doen in de video van vandaag. Het is ook perfect, want het is heel erg lastig voor mij om naar de winkels te gaan om nieuwe spulletjes te kopen. Dus dit is een geweldige video die ik gewoon lekker thuis kan doen en die tegelijkertijd ook echt heel erg leuk is voor jullie om te kijken. Ik vind het heel spannend. Ik ben namelijk super benieuwd of ik het ga halen. Ik hoop het natuurlijk wel. Ik ga in ieder geval heel erg mijn best doen. Maar op dit moment vandaag heb ik het dekenfort nog niet gebouwd. Dus daar ga ik me nu eventjes mee bezighouden. Dat hoeven jullie natuurlijk niet te zien. Ik heb in ieder geval echt een heel erg leuk idee om hem extra groot te maken. En dan skippen we in deze video meteen naar de volgende dag. Dus ik zou zeggen tot morgenochtend. Goedemorgen. Het is een gloednieuwe dag en dat betekent dat het nu tijd is om te beginnen met de 24 uur overleven challenge in het dekenfort. Ik denk dat het misschien wel leuk is om dit als allereerst aan jullie te laten zien, want hier ga ik zo meteen echt een hele dag in vertoeven. Ben je er klaar voor? Dan gaan we. 3, 2, 1. Woe! Wow, kijk naar hoe ongelooflijk tof dit eruit ziet. Het is zo ontzettend kleurrijk, maar tegelijkertijd ook wel een klein beetje chaotisch. Maar geloof me, van binnen ziet het er geweldig uit. Ik ga er nog eventjes omheen lopen, zodat jullie ook deze kant te zien krijgen. Het is echt een groot dekenfort. Ik heb hier heel erg hard mijn best op gedaan. Dit heb ik gisteren dus allemaal voorbereid. Ik heb ook heel erg hard gewerkt aan het interieur. Dat krijg je zo meteen te zien. Maar allereerst moeten we natuurlijk nog wel eventjes de laatste voorbereidingen treffen. En dat is het inpakken van de tassen die ik mee ga nemen. Zoals je kunt zien heb ik hier natuurlijk wat eten, drinken en een pyjama. En dat gaat hierin. En de rest staat al hier zo in het fort. Nou, de tas is ingepakt. Dus dat betekent dat we het dekenfort in kunnen gaan. Daar is die dan. En zoals je kunt zien is dit de ingang. Het is namelijk een soort van tunnel die ik erin heb gebouwd. En oh my goodness, ik heb er zoveel zin in. Dus daar gaan we. Zo. Oh, hoe spannend. Kijk nou jongens, hoe ongelooflijk tof ziet dit eruit. Het is een beetje lastig om hier doorheen te kruipen met mijn rugzak. Dus ik heb hem maar gewoon eventjes aan de zijkant. Oh, ik vind het echt zo gaaf. En kijk, het is best wel groot hier. Ik kan hier gewoon zo op mijn knieën in zitten. Dus ik zal eventjes laten zien hoe het eruit ziet. Wow, het is echt super gezellig. Nou ja, ik ga je nog niet alles laten zien, want er zit nog een verrassing in. Die tour geef ik zo meteen. Maar allereerst moet ik nog eventjes goed gaan zitten. Want nu dat we in het Dekenvoort zitten, is de challenge officieel begonnen. Okidoki, dan is de uitdaging nu om de tijd door te brengen. En niet zomaar de tijd, wel 24 uur lang. Dus ik dacht, ik heb een heel erg leuk idee. Ik ga jullie een tenttour geven. Er is namelijk echt heel erg veel te zien. We gaan gewoon beginnen met waar ik op zit. En dat is deze geweldige bubble chair. Als je mijn video's al heel erg lang volgt, dan herken je deze misschien wel. Ik heb daarbij ook nog wat leuke dingen hier zo op de muur gedaan. Dit is uit de Bob Ross video. En trouwens, misschien denk je wel, huh, wat is dat? Is dat een echte muur? Nee, zoals je kunt horen is dat dus gewoon een nepmuur op wieletjes. Dit is een van die dividers die je normaal gesproken in een kantoor ziet. Dit is zo gaaf. Het is namelijk een mini Pac-Man arcade. We gaan door en dan gaan we naar deze muur. Dus eigenlijk helemaal niks. Ik heb hierboven hele prachtige lichtjes. En ik heb de hele tent om deze tv heen gebouwd. En niet alleen dat. Je denkt misschien, oh, we zijn klaar met de tour. Maar er zitten meerdere kamers in deze Dekenvoort. Dus ik ga er naartoe. Ik moet allereerst eventjes hier zo deze kant op lopen. En zoals je kunt zien is er hier een doorgang. Dus laten we hier gewoon eventjes doorheen gaan. Ta -ta -ta -ta. Zoals je kunt zien heb ik dus de dekens hier zo om de bank heen gelegd. En op deze manier kan ik de bank gebruiken als mijn bed. Dus ik heb hier een dekentje. Ik heb genoeg kussens, jongens. Dus dit gaat geweldig worden. Volgens mij ligt het wel heel erg lekker. Oeh, yeah, I love it. Ik denk dat dit het wel een beetje is voor de Dekenvoort tour. Het ziet er echt zo ontzettend leuk en prachtig uit. Ik ga nu lekker chillen, want het is nog redelijk vroeg in de ochtend. Ik heb me natuurlijk druk voorbereid op deze challenge. Dus één ding wat ik nog niet heb gedaan is het checken van social media en alle YouTube-video's die ik normaal gesproken kijk. Dus dat ga ik nu eventjes doen om de tijd lekker door te brengen. Het is tijd voor een lekkere snack. Ik heb hier goldfish, baked snack crackers. Even kijken. Oeh, zo cute. Ik pak er gewoon een paar uit. Yummy. Het lijkt ook wel een klein beetje op kattenbrokjes of zo. Eeuw. Nou ja. Ze smaken wel heel erg lekker. Het zijn eigenlijk gewoon droge koekjes met een kaassmaakje. I love it. Ik heb een idee. Terwijl ik gewoon lekker aan het snacken ben, zie ik nu de Pac-Man Arcade. Misschien kunnen we gewoon lekker hiermee gaan spelen. Het ziet er zo ontzettend gaaf uit, jongens. Kijk nou, deze is ook helemaal opgelicht. Het ziet er echt uit als een echte arcade, maar dan mini. Super cute. Wacht, ik neem nog eventjes een klein hapje. Nou, daar gaan we dan. Deze joystick is zo ontzettend klein. Oh, het gaat eigenlijk allemaal best wel goed, jongens. Ik ben alleen niet zo heel erg goed in het spel. Ah, nee. Oh, komt u maar. Het is best wel lastig om hier zo door mijn scherm heen te spelen. Oh nee, ik ben er bijna... Of nou, niet helemaal... Oh, oké. Nou, ik ben helaas dood. De joystick is echt mini, maar hij werkt wel heel erg goed. Dus ik ga nog eventjes lekker door met spelletjes spelen. Als ik het overleef tenminste. In de vorige 24 uur challenge in mijn zwembad had ik een liedje gezongen. En deze vonden jullie zo ontzettend leuk. Het was het eerste liedje dat ik ooit had geschreven. Dus ik dacht, ik ga het voor deze video nog een keertje doen. Maar dit keer op de gitaar. Want ik heb nu de ruimte om de gitaar hier neer te zetten. En dit is het tweede liedje dat ik ooit heb geschreven. Hier zit echt wel een bijzonder verhaal achter. Want ik was op dat moment 14, 15 jaar. En mijn zusje die kwam op een gegeven moment huilend thuis. Want ze werd heel erg gepest op school. Dat vond ik natuurlijk niet zo heel erg leuk. Maar ik wist ook niet zo goed wat ik ermee moest. En hoe ik ermee om moest gaan. Dus ik heb een liedje geschreven. En dit is dus het liedje dat voor mijn zusje is geschreven en tegen pesten. En het heet Just Being Jealous. You think you're not pretty. You think you're not worth this life. Should know, yeah, these words are just a lie. Everyone is just being jealous. They are not worth your time. 'Cause you mean everything to me. I don't get what people can see. Just look inside and there is so much beauty. Remember your wonderful Ik zit op dit moment hier op het tapijt. Ik heb alles eventjes een klein beetje anders ingericht. De stoel ligt daar zo. En de reden hiervoor is omdat ik een hele grote toffe verrassing heb. Namelijk, tadadada, de hoverboard. Wow, deze had ik stiekem eventjes voor jullie verstopt. En hierop ga ik het dus rijden. Tenminste, ik ga het proberen te doen binnen dit dekenfort. Ik heb geen idee hoe ver ik kan komen. Waarschijnlijk kan ik ook niet zo heel erg veel doen. Maar het is in ieder geval een poging waard. Dus ik ga jullie wel eventjes hier zo neerzetten. Oh, ik krijg het net niet zodat je het helemaal ziet. Maar in ieder geval, het gaat om het idee. Is dit een heel dom idee? Waarschijnlijk wel. Ah, hij staat aan. Yes. Wow. Oh, dit is geweldig. I love it. Oké, nou, we kunnen wel een stukje hier zo in rijden. Ik kom niet zo heel erg ver, zoals je kunt zien. Tadaa. Maar het lukt redelijk. Oh, gaat het me lukken om eventjes een goede wheelie te doen? Daar gaan we. 3, 2, 1. Oh my goodness. Zo en zo. Wow! Wheelie time! Wow jongens, dit is zo ontzettend grappig. Oei. Wow! Hallo, welkom in Club Jamila. Woe! Ik ben op dit moment even lekker een mini dansparty aan het houden. Het is echt heel erg awkward omdat ik niet volledig op kan staan. Maar ik had gewoon een klein beetje te veel energie en het moest er echt eventjes uit. Ja. Het is tijd. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele dekenfort om de tv heen gebouwd. En de reden daarvoor is omdat ik mijn eigen gigantische privé bioscoopscherm wilde hebben. En het is me gelukt. Het ziet er zo ongelooflijk gaaf uit. Het is super groot. Het is ook echt een mega chill. Ik zit hier zo in mijn bubble chair. Dus het enige wat ik nu nog hoef te doen is gewoon even lekker mijn voeten omhoog doen. Heerlijk chillen natuurlijk. Tijdens het kijken van de film. En de film die ik heb uitgekozen is die van Dylan Hagens. Deze heb ik in de bioscoop gezien en het leek me leuk om het gewoon nog een keertje te kijken. Dus nou, ik ga er wel eventjes lekker van genieten hoor jongens. Movie time! Ik weet niet of jullie dit ook hebben, maar ik word altijd echt heel erg slaperig van het kijken van een film. Ik denk dat het nu wel tijd is om lekker naar bed te gaan. Zoals je kunt zien ben ik mijn slaapkamer ingelopen. Nou ja, gelopen. Als ik morgen niet enorme rugpijn heb, dan weet ik het ook niet meer, want ik zit zo de hele tijd ervoor overgebogen. Da-da-da, mijn bedje ligt helemaal klaar. Het is nu dus tijd om gewoon lekker op de bank te zitten. Oftewel op mijn bed. Nou jongens, onder het dekentje. Tada. Het lijkt misschien niet een heel erg dik dekentje, maar het is best wel warm hier zo. Dus ik lig in ieder geval wel echt helemaal lekker jongens. Oké, en dan is het nu tijd om lekker 9 uur te gaan skippen in deze challenge. Want voor mij zal het gaan voelen alsof het gewoon zo voorbij gaat. Dus ik zou zeggen, wel trusten. Goedemorgen. Ik heb zo ontzettend heerlijk geslapen. Dit is oprecht gewoon de beste nacht die ik tot nu toe heb gehad in de 24 uur challenges. En vanaf dit punt heb ik een heel klein raampje waarin ik dus kan zien dat het inderdaad ochtend is. Ik heb echt zin om er gewoon uit te gaan, want één ding dat deze tent absoluut en zeker doet. Ik heb het heel erg warm. Het is bijna tijd. Ik kan niet wachten om gewoon lekker mijn benen uit te strekken. Het kan nu wel een beetje, maar ik ben het nu wel zat om alleen nog maar op mijn knieën te zitten. We gaan gewoon aftellen. Daar gaan we. 3, 2, 1 en yes! We gaan eruit! We gaan eruit! Oh my goodness! Oh my goodness! Vrijheid! Ja! En we zijn eruit! Ik kan gewoon niet geloven dat het me is gelukt om 24 uur in dit dekenfort te blijven. Het was echt zo ontzettend leuk om te doen. En daarbij ben ik echt mega trots op mezelf dat ik de challenge heb behaald. 20-second wrap-out. Monique, Elena, Namik en Miranda, Ros, Fatima. Chelsea, Marta, Romy, Bloem, Kira, Mengsamina. Caitlin, Eddie, Dekkers, Eline en Santiana. Sema, Thijs, Sahiba, Mary, Roos en Hanna. Jet, Summer, Megan, Lucht, Olivia en Sarah. Laura, Lexi, Van der Zee, Jill en Sterre, Yara. Carissa, Brechtje, Jasmin, Hirsam, Bertje, Lynn en Fenna. Svetlana, Lisa, Zoe, Queen, Cornelia en Senna. Yes, je hebt de video helemaal tot aan het einde bekeken, want anders zou je dit gedeelte niet zien. En wil je nou ook heel erg graag met jouw reactie en met je naam in de 20-second wrap-out van volgende week komen, dan kun je daarop kans maken door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Simpeler dan dat kan het natuurlijk niet. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!